Vandaag vindt de opening plaats van ons nieuwe pand in Den Bosch. We zijn een hele korte tijd zijn we uitgegroeid van een pand, een stads heel mooi grachtenpandje in de stad, naar dus een pand op het industrieterrein van 700 vierkante meter, waar we met z'n 11 eigenlijk genoeg ruimte hebben om te kunnen werken en om te kunnen groeien. En om dat een beetje feestelijk voorbij te laten gaan, hebben we vandaag een feest op de planning voor alle zakelijke relaties en voor modemensen en voor vrienden en kennissen. Het was best wel een lange weg. We hebben 3 maanden hebben echt bloed, zweet en tranen in het pand gestoken, verloren zeg maar. Dus het was helemaal knal oranje en we hebben alles natuurlijk helemaal in de stijl aangepast van Mount Jewelry. Dus alles spierwit met roze. Dus het is, we moeten gewoon even stilstaan bij het feit dat we er nu zijn waar we naartoe leefden zeg maar. De kracht is de dynamische, snelle collecties, zeg maar. Dus ik probeer zoveel mogelijk in te spelen op de laatste trends. Door dat allemaal heel die lijntjes zeg maar, met de fabrieken snel te hebben, komen de sieraden eigenlijk op het juiste moment. Eigenlijk voor de trend of op de trend. Dus ik denk dat dat een van de voornaamste redenen is. Het zijn echt de sieraden die je op dat moment veel ziet voor een betaalbare prijs. En verder is het gewoon is het aan ons de taak eigenlijk aan het team om daarin gewoon steeds te blijven variëren en te inspireren in de vorm van leuke outfit posts en leuke combinaties met bepaalde items. En ik denk dat dat stukje, dus dat een beetje een soort stijladvies met de sieraden in combinatie met dus de kracht van de ontwerpen zelf, dat ervoor zorgt dat Mount Jewelry goed aanslaat. Heel draagbaar, heel toegankelijk. Ik denk voor een heel breed publiek ook. En dat voor een leuke prijs. En ja, het is gewoon goede handel, om maar zo te zeggen, commerciële termen. Ja, super mooi. Ik vind het ook heel knap van Sharon dat ze zo snel is gegroeid in korte tijd. Ongeveer een jaartje geleden ben ik bij haar eerste kantoor geweest en dat was eigenlijk nog veel te kleiner. Dus het is heel knap. Ik heb heel veel dromen nog voor de toekomst. Het lijkt me natuurlijk superleuk om internationaal verder te gaan kijken. Dus België hebben eigenlijk ook al heel veel verkooppunten en dat loopt in principe heel goed. En een volgende stap zou natuurlijk zijn om dat te kunnen bekijken in Frankrijk of in Engeland. En daar hebben we ook al wat dingetjes lopen. Dus het wordt sowieso weer een hele spannende tijd komende tijd. Dus dat is wel heel leuk.